Weer sinds een hele lange tijd gewoon even een video om met jullie te gaan praten over wat er momenteel allemaal aan de hand is. En er is wel heel veel aan de hand, namelijk momenteel. En dat is namelijk dat iedereen heeft de beelden wel kunnen zien bij het NOS Journaal, dat wij daar ook een soort van rol in hebben gespeeld. Ja, een soort van. We hebben daar inderdaad ook een rol in gespeeld, de unboxing hebben ze daar laten zien. En daar wil ik toch even op terugkomen, omdat ik vind dat het nu al aan het escaleren is. We hebben namelijk gisteren in de DM's verschillende mensen gezien die brieven hebben ontvangen waarin dus staat dat de politie mensen op het spoor is en dat er is betaald vanuit een bepaalde betaalrekening naar die Polen toe. Nou, dat kan dus niet, want bij heel veel mensen, sterker nog bij iedereen, klopt dat betaalrekeningnummer niet. Dus dan staat er een brief, die kan ik nu wel even in beeld laten zien. En dan staat er een betaalrekening die totaal niet klopt. Dus dat is totaal niet betaalrekening van de mensen waar het om gaat. En vind ik gewoon echt, op dit moment, het loopt echt de spuigaten uit. Waarom zeg ik dat? Is puur om het feit dat ze zijn dus bij, voor de mensen die het hebben gemist vorige week, maar het kan je ontgaan zijn. En er zijn dus invallen geweest bij de Bomma Shop, Psycho Effect en nog wat shops. Maar dat terzijde, neem even de twee grootste. Daar zijn dus invallen geweest en die gasten zijn dus meegenomen. En ze hebben dus waarschijnlijk ook de gegevens van die computers, die bestelcomputers, achterhaald. Waardoor er heel veel mensen die in Nederland hebben besteld, hebben ze die gegevens kunnen krijgen. Nou ja, moet je bang zijn als persoon als jij hebt besteld? Kijk, ik moet je zeggen, hou het. Kijk er wel mee uit natuurlijk. Want ik bedoel, de gegevens liggen nu daadwerkelijk wel op straat. Het is niet zozeer dat je nu kan zeggen van, het is alleen maar bangmakerij en fuck die dingen en zo. Mocht je vuurwerk hebben besteld en je hebt het, ja, laat het sowieso niet thuis liggen. Want dan ben je sowieso stom bezig, want je kan inderdaad politie verwachten. En daarnaast, ja, als ik mijn mening mag vertellen jongens, het is echt bizar voor woorden. Dat er gewoon Interpol is volgens mij opgezet, dat er gewoon zo'n grote onderzoek is naar illegaal vuurwerk. Terwijl er momenteel hele erge dingen bezig zijn. Ik noem maar iets. Gisteren was er op tv over Nicky Verstappen met Jos Brecht. Of wat denk je van die gele hesjes die ook hier in Nederland aan het protesteren zijn. Of wat denk je van de Zwarte Pieten discussie die momenteel ook zorgt voor ordeverstoring. En dan gaan ze dus mensen die bijvoorbeeld een paar pakjes nitraat kopen in het buitenland, die gaan ze dus behandelen alsof ze gewoon iets heel ergs aan het doen zijn. En dat vind ik, dat snap ik gewoon echt niet. En met alle respect, maar ook die Ad Nieuwdorp die dan in een video gaat zeggen hoe gevaarlijk het wel niet is dat die dingen opgeslagen staan. Ik moet jullie één ding zeggen, wij gaan al jaren naar Polen, het ligt daar allemaal op de markt. Wanneer is daar iets vreselijks mee misgegaan? Nou, ik kan het me niet bedenken. Er is echt, misschien zie je één keer in de 10 jaar gemiddeld iets waarbij er een vuurwerkmarkt in de fik gaat. Maar zelfs dan zijn er geen doden of gewonden of wat dan ook. Sterker nog, die markt staat een week later, staat hier er gewoon weer. Dus het is gewoon allemaal stellingmakerij, vind ik, is mijn mening. En het is natuurlijk wel vuurwerk waarbij je moet uitkijken. Dat staat vast. Want ik bedoel, een shell die in jouw hand ontploft, ja, dat is wat anders dan een rotje die toevallig in je hand ontploft. Dat verschil zit echt tussen leven en dood. Maar ik vind het gewoon bizar dat er zo'n groot onderzoek plaatsvindt, wat echt giga veel kost, waar wij dus met z'n allen ook belasting aan betalen. Terwijl er wordt gezocht naar mensen die een hobby hebben en gewoon nitraten afsteken, weet je. Een paar jaar geleden zochten ze echt specifiek naar handelaren. Maar nu lijkt het alsof ze echt een jacht maken op mensen die een paar pakjes bestellen. En dat is ontzettend triest. Iedereen heeft de video van Ruben gezien. Ruben had het natuurlijk over dat dit waarschijnlijk het einde is van het bestellen van vuurwerk online. Ik heb daar een andere mening over. Want ik denk dat niet het einde is. Ik denk dat het einde zeker nog niet in zicht is. Online bestellen zal altijd door blijven gaan zolang de grenzen open zijn. Dus mocht er gewoon een vrij verdrag zijn van het verzenden van pakketten, dan zal je gewoon weer nieuwe sites krijgen. Als die gasten straks vrijkomen van het Psycho Effect, dan kunnen ze gewoon weer een nieuwe shop beginnen met alleen Kat 3 producten en Kat 2 en Kat 1. Kunnen ze dat versturen zonder enige problemen. Dus, en er zijn nog steeds shops online die gewoon nog online zijn en blijven, hè, mensen. Dat moeten we niet vergeten. Het is niet zo dat nu er 4 websites uit liggen en dat er gelijk nergens meer iets te verkrijgen valt.
En, dus ik denk, als ik mijn toekomstvisie daarop op loslaat, denk ik dat je deze shops gewoon op behoudt. Tenzij er regels komen dat die Polen vanuit Polen niet mogen versturen. Ja, dan is het een ander verhaal. En dat was dus nu ook het geval. Die shops die zijn gepakt, die hadden dus meer liggen dan categorie 3. Die hadden de Shells liggen, die hadden Ritorno's liggen, Cobra 8 liggen. En dat is ook, tevens zijn dat ook de beelden geweest. Die je ziet in die video waarin de militairen inval doen. Daar zie je alleen maar dat ze filmen op Shells, op Ritorno 120, op een Cobra. Omdat de rest gewoon mag daar. Dus daarom zijn ze gepakt. En bovendien, als je de Poolse nieuwssite in de gaten houdt waar dat artikel in stond, zie je ook dat er meer gevonden was dan alleen vuurwerk. Er zijn ook wapens gevonden. En daardoor is er inderdaad wel een heel streng iets geweest. En hier in Nederland pakken ze dat aan zo van... dat is een vuurwerk geweest. Wat natuurlijk vreselijk triest is voor woorden. Maar verder, of het einde is van het online bestellen van illegaal vuurwerk, 100% zeker van niet. Er zijn nu nog steeds sites online waar je gewoon nog kan bestellen. Ik zal ze niet noemen, anders krijg je weer allemaal mensen die zeggen dat het door ons komt. Daar wil ik zo ook nog even op ingaan. Ik las ook heel veel berichten. Ik weet ook dat Ruben heel veel berichten heeft ontvangen dat mensen hem de schuld gaven van het feit dat die sites nu plat liggen. Zal ik jullie één ding zeggen. Die sites die hebben zichzelf zo erg omhoog gepromoot hier in Nederland. Het is bizar. Overal stuurden ze gratis pakketten naartoe. En Instagram werd helemaal volgezet met iedere dag post, post, post. En daardoor kan je nooit zeggen dat het door ons komt, of door Ruben, of door PTD, dat die sites nu eruit liggen. Dat is bullshit. Zij hebben zichzelf zo erg gepromoot in Nederland. Het is bizar. Ik kan jullie niet meer vertellen dan dit, maar er zijn nog wel andere dingen waarin ik kan zeggen van... soms verstuurde er namelijk websites pakketten zonder mijn eigen toestemming. Dan kwam ik thuis, stond er een pakket klaar. En dat is dus ook wat er aan de hand was. En, ja, af en toe hebben wij inderdaad een unboxing gedaan, niet in Nederland. En ik moet zeggen, wat is daar mis mee? We krijgen namelijk een pakket van zo'n site. We zijn nou eenmaal vuurwerkliefhebbers en daardoor unboxen we die site ook. Maar alles is op eigen risico. Dus dat gezegd te hebben, ik vind het wel echt bullshit wat er momenteel gaande is. Dat ze zeggen dus dat ze een grote vangst hebben. Terwijl eigenlijk, er is één kraantje dicht en ergens anders gaat het kraantje vanzelf wel weer open. Omdat het gewoon niet te handhaven is. Tenzij ze zeggen van ieder land, daar mag je mag niet naar een ander land versturen en dat daar dan een hele douane op zit. Maar ja, ieder jaar hebben ze wel wat anders. Vorig jaar rond precies deze periode kwam er een stuk op het RTL Nieuws toe met die jongen die zijn vuurwerk bij zijn opa had liggen. Ik denk dat de meeste mensen die video ook wel kennen. En toen hadden ze dus het verhaal dat er dus honden, speciale honden worden ingezet om aan de pakketten te snuffelen. Nou, heeft iemand ooit daar iets over gehoord dat er een hond is geweest die echt een pakket heeft gepakt? Nee. Sterker nog, vorig jaar was er een gast gepakt, iedereen kent die site wel, van de Pyro Box. En die verstuurde in Nederland. Zien jullie ook in het nieuws? Op het NOS Journaal laatst, dat je dus een koerier zag die met pakketten kwam. Zal ik jullie precies uitleggen hoe dat ging. Ik heb dat namelijk zelf van die website gehoord. Ze hadden inderdaad verkopers die hier in Nederland binnenkwamen met allemaal pakketten en die ze verstuurden. Wat gebeurde er op een gegeven moment? Het was retour afzender. Er kwam een pakket terug naar de Jumbo in dat geval, die gewoon niet verstuurd kon worden en geleverd. Dus er kwam een pakket retour afzender. Die werd maar niet opgehaald. Op een gegeven moment dacht de Jumbo, wat is dit wat hier staat? We gaan het openmaken, kijken of we daar iets kunnen vinden van de eigenaar van dit pakket. En toen kwamen ze op het vuurwerk terecht, politie ingeschakeld. En die gast die bleef maar iedere dag met pakketten komen. Ja, toen is die gerold, pyroboxes offline gehaald en uiteindelijk is er een nieuw site psycho-effect gekomen. Maar om te zeggen dat er een hele research aan vooraf is gegaan, zeker niet. Het is gewoon pure toeval geweest. En een klein foutje van die koerier, dat ze toen de tijd hebben gevonden dat het op die manier ook gebeurt. Dus, ik denk al met al dat komend jaar gewoon weer de Poolse websites weer zullen geboren worden. En dat het niet offline gaat gehaald worden. Dus dat is mijn mening daarover. Ik denk gewoon dat het doorgaat. En bovendien, je kan zo lang de grenzen open zijn, kan je gewoon nog aan dingen blijven komen. Sterker nog, ik moet ook even terugvermelden dat een paar maanden geleden kregen we met z'n allen ook een brief over dat er onderzoek wordt gedaan en dat wij mogelijk strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Ook wij hadden die brief ontvangen, die heb ik helaas niet meer.
Maar wat dus inhoudt dat het gewoon echt bullshit is. Er zijn gewoon tussen de 5000 en 8000 mensen geweest die die brief hebben ontvangen. En waaronder wij. Zonder enige naam erop. Dus het is gewoon een kopie en alle adressen is verstuurd. En het is echt gewoon te gek voor woorden. Maar goed, oud en nieuw komt er weer aan. Dus in de media zullen jullie wel meer van die berichten zien. En ja, ik krijg heel veel tips, heel veel vragen binnen van mensen. Ja, ik heb vuurwerk, wat moet ik ermee doen? Ik ga jullie één ding zeggen. Mocht je vuurwerk hebben thuis, berg het goed weg. En, maar goed, verder moet je gewoon uitkijken, jongens. En vooral met het online bestellen. Want je ziet maar, iedereen denkt dat het gewoon veilig staat, jouw gegevens, bij zo'n site. Maar nu zijn ze gepakt en alle gegevens liggen op straat. Dus het is gewoon uitkijken geblazen. Het is nu bijna kerstvakantie. Dus iedere dag gewoon weer een video. En gaande naar oud en nieuw, hoe zieker de video's worden. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Hebben jullie nog tips of opmerkingen over deze zaak? Laat het even weten in de comments. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.